Kijkers Botlek TV, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, afhankelijk van wanneer u kijkt. We staan weer in de Spuistraat, Spijkenisse. Achter mij, Moor, het live atelier waar Max wordt gemaakt. Maar over Max gesproken, kijk nou eens wie ernaast me staat. Jan Slachter, directeur van Omroep Max. Meneer Slachter, Max, wat komt u hier doen? Nou, we hebben een televisieprogramma, het heet Max Maakt Mogelijk. En ik zit in het comité van aanbeveling, omdat Max een beeld moet krijgen. Het hele verhaal dat heeft ons aangegrepen. En daar maken wij nu een reportage over in ons programma Max Maakt Mogelijk. We vinden dat het verhaal moet worden doorverteld wat de familie Levy is overkomen. Dat vinden we zo belangrijk dat kinderen en tot in lengte van dagen het verhaal te horen krijgen dat dit nooit meer mag gebeuren. Die hond staat symbool voor dat hij achtergelaten is toen de familie Levy werd afgevoerd. En dat verhaal willen we doorvertellen. Dat is erg belangrijk in deze tijd, waar bijvoorbeeld nu een oorlog is in Oekraïne en over heel de wereld zijn er oorlogen. En dat ondersteunen wij via de stichting Max Maakt Mogelijk. Ja, want dat is een stichting door de omroep zelf opgericht. Ja. We kennen natuurlijk ook jullie inspanning voor Moldavië en allerlei andere hele mooie projecten. Mm-hmm. En hoe kom je er dan bij om juist dit project, je geeft het al een klein beetje aan, maar om dat ook te omarmen? Toch niet alleen omdat dat het Max is? Nee, helemaal niet. Al had die hond Lex geheten of Piet, dat maakt me echt helemaal niet uit. Het is mooi dat hij Max heet, maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erom dat het verhaal van de familie Levy doorverteld wordt. Dat vinden mijn leeftijdsgenoten, ook de ouderen die echt de oorlog hebben meegemaakt, vinden dat belangrijk. En dat kinderen dit ook te horen krijgen van wat er hier in de Voorstraat in Spijkenisse is gebeurd in 1942. En hoe vertel je dat verhaal? Als straks Max in een bronzen beeld voor die winkel ligt, dan zullen mensen daarbij stilstaan en zich afvragen waarom ligt dat beeld hier? En dan kun je dat verhaal vertellen. En daar heb jij je voor ingezet. En ik hoop dat beeld er komt. En daar gaan wij ook een inspanning voor leveren vanuit de stichting Max Maakt Mogelijk. Ja, dat gaan we nog niet vertellen. Dan moeten de mensen maar voor naar televisie kijken. Ja, ja. Ergens oktober, november. Heeft u enig idee wanneer het wordt uitgezonden? In het najaar, oktober, november inderdaad. Ja. Maar als het moment er is dat het wordt onthuld, dan zullen wij er ook zeker zijn. En dan zullen we het ook op televisie laten zien. Nou, geweldig. U bent een druk bezet man. U moet weer vandoor. Dus, en wij moeten er ook vandoor. Hartelijk dank dat u naar Botlek TV hebt gekeken. Ja, is toch prachtig als je en Omroep Max en Botlek TV op één schermpje ziet. Ik hoop dat u het naar uw zin heeft gehad. Er komen allerlei beelden komen zometeen voorbij. En kijk straks naar die uitzending. Heel belangrijk, de hele omgeving. Want het gaat niet alleen om het geld. Het gaat ook om het verhaal, zoals Jan Slachter al heeft verteld. Dit was Botlek TV. Tot ziens.